Reshma Mangre, voorzitter van de Bond van Leraren, is voorstander van het initiatief om de onderwijsgevenden zo snel mogelijk te vaccineren tegen het COVID-19-virus. Mangre zegt dat vaccinatie van leerkrachten belangrijk is voor het heropstarten van het onderwijsproces. Natuurlijk, ik ondersteun de oproep van de president. Ik had er zelf ook naar gevraagd dat we de leraren gaan vaccineren, zeker waar het niet in school is. We merken dat de scholen wederom gesloten zijn. En het is belangrijk dat ook de leraren zich laten vaccineren. Ik haast me erbij om te zeggen, we kunnen niemand verplichten. Maar we kunnen ze wel wijzen op de gevolgen van als je ze niet neemt. Als je de vaccinatie bijvoorbeeld niet zou nemen. Dus ik heb het zelf ook genomen en ik heb gezegd, ik bemoedig alle leraren om dat prikje te nemen. We merken dat nu bij de nieuwe variant zelfs ook kinderen besmet raken, waar een aantal maanden geleden dat nog niet zo was. Dus het is in het belang van ons onderwijs, maar ook voor de herstart van ons onderwijs straks is het belangrijk dat de leraren zich laten vaccineren en dat we dan geen problemen hebben bij de herstart van ons onderwijs. Mangre zal zoveel mogelijk leraren moed inspreken om zich te laten vaccineren. De BVL-voorzitter is zelf al gevaccineerd. Ze benadrukt dat we bij het herstarten van het onderwijsproces niet geconfronteerd moeten raken met besmettingen. Zeker nu ook kinderen besmet raken met de nieuwe COVID-19-varianten. Een groot deel van de leraren staat wel erachter. De meningen zijn nog verdeeld bij een aantal. En ze vinden van, moeten ze dat nemen? Want er komt ook allerlei, er zijn ook al een aantal berichten van waar ze dan beginnen te twijfelen. Met de gevolgen van eigenlijk het nemen van zo'n vaccin. En ik begrijp hun bezorgdheid, ik kan dat begrijpen. Vandaar dat ik ook heb gezegd, je kan niemand dwingen. Maar in het belang van het onderwijs, maar ook om jezelf te beschermen, je dierbaren te beschermen. En ook voor een herstart van het onderwijs straks is het belangrijk dat de leraren zich gaan vaccineren. Ik ken intussen een aantal leraren die zich altijd gaan vaccineren. Ze hebben het zelf ook gepost op hun Facebook dat ze zich gaan vaccineren. En kijk, soms is die bemoediging belangrijk. Ik heb het zelf ook genomen. En het bemoedigt mensen ook dan om het te nemen. U heeft die vaccinatie dus al genomen. Wat is u opgevallen? Hoe lang geleden heeft u hem dus ook genomen? Ik heb het genomen, ik dacht in april, dacht ik ergens, heb ik het genomen om juist te zijn. Dacht ik, ik kan me niet meer herinneren hoeveel april. Maar ik moet mijn tweede prikje om 15 juni. Ik dacht 15 april heb ik het genomen. Mangre zegt dat veel BVL-leden achter het vaccinatieprogramma staan. Enkele zijn wel bezorgd over mogelijke bijwerkingen. Ze is van mening dat collega's elkaar moeten bemoedigen om zich te laten vaccineren. Onderwijsgevenden kunnen op verschillende locaties terecht om gevaccineerd te worden.